Net als mensen communiceren paarden met elkaar. Lichaamshouding is erg belangrijk. De houding van de oren laat erg veel zien wat er in een koninkpaard omgaat. Staan de oren recht overeind, dan let hij erg goed op. Liggen zijn oren plat in de nek, dan is hij vaak boos. Natuurlijk worden de signalen van de oren gecombineerd met signalen van het gehele lichaam. Ook geluiden horen bij communiceren. In een kudde is geluid maken echter niet zo belangrijk. Je bent dicht bij elkaar en kunt elkaars lichaamstaal goed zien. Het kan zelfs gevaarlijk zijn om in het wild veel geluid te maken. Het kan indringers aantrekken of roofdieren. De hengsten maken het meeste geluid in de kudde. Zij proberen elkaar uit te dagen. Tijdens het uitdagen komen ook andere communicatiemiddelen aan bod. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met geuren. Door op elkaars poep te poepen, laten ze zien wie het belangrijkst is. Degene die op de hoop van een ander poept, staat hoger in de rangorde. De poep van een sterke leidhengst ruikt anders dan van een minder sterke leidhengst.